Het is altijd zo. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. We zijn de auto aan het zoeken. We hebben in het hostel hebben we nog een lekker typisch Spaans ontbijtje gedaan. En oh, ik zie de auto al. Heel goed. Ik zie de auto al, heel goed. En we gaan vandaag terug naar de camping. Zie, naar de camper. Camping, op camper. De camping. Dus als we nog iets moois zien onderweg, krijgen jullie het ook te zien. Ruikt dat? En we gaan weer door. Je kunt heel ver kijken, ook al regent het. We hebben even aan de mimosa geroken. Het zijn prachtige bloemetjes. Mooie ronde bolletjes. Maar wij hebben niet echt iets geroken. En gaan we weer door. Maar er staan wel heel veel aan bloeien. Prachtig, heel veel inderdaad. Heel mooie bloemetjes. Ja, mooie ronde bolletjes. Ja. Helemaal vol die struiken. Ja. Even gestopt bij het strand van Mallorca. Eerste indruk toeristisch. Maar ja, we zijn er ook nog maar net binnen, even gestopt. En dan gaan we zien. Maar het is, we moeten gewoon nog een keertje terug, want het regent een beetje. Dus dat is niet fijn. Opgestuurd. Spanning en sensatie. Het lijkt wel safari. Het water is ook aan het schuimen. Ja. Ja, mooie gele villa op de heuvel. Ja, apart stukje wereld weer. Ja. Wat is dit? 30% naar beneden of zo? Dit is het geluid van de dag na onze roadtrip. Wij zijn net op tijd terug. Ja, we hebben echt mossel gehad afgelopen week. Ja. Ik zie de aankomende dagen slecht. Ik ben wel heel erg bang dat we nu vanavond de mol niet kunnen horen.
niet kunnen horen. Ja, door het lawaai. Dan zetten we hem toch wat harder. Ja, oh ja. Nou, Brigitte heeft net de eerste vlog van de roadtrip geüpload, moet ik dan zeggen. Hij is mooi, ik vind hem heel leuk geworden. Maar ik ben blij dat we nu binnen zitten, want ik zal even naar buiten laten zien. Laten zien, zoiets, ja. Kijk, de auto is nog steeds heel vies. En dit gaan we houden de komende dagen, schijnbaar. Dat is wel weer een voordeel, want dan kan ik mooi editen. Aan het werk jij. Succes! Okay. Proost! Het is nu even droog, maar het lijkt erop dat we nog wat gaan krijgen. Dus we hebben besloten, we blijven lekker binnen. We gaan lekker eten. We hebben een wijntje opengetrokken. En we zitten het gewoon uit. Ik heb vandaag besloten, ondanks zeg maar de Oekraïense of de Russische benzineprijzen, om toch een kleine ploppertje maar eens mee naar buiten te nemen. We zien daar dat er over onze veiligheid wordt gewaakt door de Spaanse marine. Als je de wegen hier ziet, best wel slecht. En wat zie ik dan daar? Kijk nou toch eens mensen. Daar staan campertjes. Dat zijn wel gave plekken hoor. Ik zie daar ginds nog wat meer paden lopen, dus verder die kant op. Hier wonen zo te zien zelfs mensen. Eventjes gestopt hier, maar kijken op het strand zo wat. Prachtig. Ik ga proberen door die blubber verder te komen. Maar dat ga ik niet filmen, want ik wil mijn handen aan het stuur houden. Wish me luck. En na het sporten is het altijd leuk om weer terug te zijn. En je ziet ook dat het leuk was. En het minder leuk is dat ik straks weer naar de, hoe heet dat, zo'n spuitcabine moet om hem met de drukreiniger schoon te maken. Maar goed, het was echt hartstikke leuk. Vandaag zijn de taken verdeeld. Ik ga op een wandeling van een kilometertje of 12. Brigitte gaat de broodnodige afwas doen. We hebben een beetje te veel verzameld. Ze gaat ook de walk of shame doen. Ze zijn met twee lege wijnflessen. En de was draait. En de was draait. En even boodschappen doen. Oh ja, je gaat voor het eerst alleen weer met de auto onderweg. Maar, rusten, man van huis. Kennen jullie dat? Ja. Dat je gewoon, soms wil je gewoon niet met die man op stap om de boodschappen te doen. Want dan heb je gewoon, tenminste, bij ons is het zo, Ruud houdt niet van boodschappen doen. Dus dan moet ik altijd snel door die winkel. En ik vind het gewoon leuk om een beetje te blikken wat er allemaal zo is. En wat is dat spreekwoord er? Ja, als de kat van huis is, dan dansen de muizen op tafel. Nou, hier is de tafel. Ja. Hij houdt het niet hoor. Nee. Dat houdt hij echt niet. Echt niet. Ja, veel plezier vandaag. Jij ook. Doei. En dan? Dan is de was klaar. Oké. Okay. Ik ga wandelen. Daar gaan ze. Nou, veel plezier. Heerlijk, zonder man. Ja. Wat zeg je? Ja, van zo blijf ik thuis. Veel plezier. Ik kan nu al niet meer. Nou, zoals gezegd, Ruud is wandelen. Maar ja, de was loopt. En als hij dan klaar is, is hij natuurlijk altijd weer wat zwaarder. Dus ik heb beloofd om met het steekkarretje de was te gaan halen. Ik heb dus à la Brigitte
de mand gemagijverd. Nou, ben benieuwd. Hij is inmiddels klaar. Gaan we de was erin doen. En ja, hij doet het. Daar gaan we. Over kiezeltjes lopen is natuurlijk weer lastig. Maar ik ben er bijna. Oh, horen jullie dat? Wat een rust. Dus nu ga ik de was ophangen. En dan heb ik het rijk alleen. Heerlijk. Onze trouwe volgers komt dit natuurlijk bekend voor. Hier zijn we al eerder geweest samen. We moeten even dit paadje zien te vinden. De ingang. Prachtige bloemetjes. Kijk toch eens. En dan laat ik jullie zo de vijver nog een keer zien. Er zitten ook schildpadden in. Zag ik. Kunnen jullie kijk hier. Hier gaat een schildpad. Geweldig. En dit stukje was ik nog niet geweest. Dit is voorbij de visvijver. En dan kom je hier, op het hoogste punt. Kijk, dit is wat een uitzicht. Wat is een mens dan een klein ding? We lopen nu al een tijdje door en best wel grote rambla, ook heel mooi en diep zoals je kunt zien. Ik schat dat we, het zal zijn, 30 meter diep lopen. Het was het idee dat ik samen met DW een motortoertje zou gaan maken die dezelfde wandeling is, of diezelfde route is als onze wandeling nu. Maar dit is toch, dit wordt een brug te ver, dus we gaan de route dan veranderen. Maar dat komt later wel. Dit is prachtig. Dit is ook lekker vlak. Oh, het is ook erg fijn, want zoals je kunt zien, het is heel erg los gesteente. Dus dan is het wel fijn dat je niet hoeft te klimmen of te dalen. Nou, we zijn bijna aan het einde van onze wandeling. In totaal is het zo'n, ik schat 12 kilometer. Zoals ik al zei, het eerste stuk hebben we al eerder gedaan, naar die goudvisvijver. Maar daarna zijn we dus verder gelopen. En nou, dat was natuurlijk allemaal nieuw voor mij, in elk geval. En erg mooi om te zien. Dus we lopen nog even de laatste 2 kilometer. We komen weer langzaam in de bewoonde wereld. En dan zit hij er weer op. Het was echt weer de moeite waard. En allemaal eigenlijk in de achtertuin van onze camping. Hè. Prachtig. Je hoeft helemaal niet zo ver weg. Dus ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Net zoals ik. Kijk wat hier nou verborgen ligt in een vijgenboom. Een oud houten karrewiel met zo'n stalen band eromheen. Of ijzer, want het is verroest. De bewoonde wereld. Een hele tijd geleden heb ik een keer laten zien dat er bloemkool stond. En dat die gekweekt werd voor het zaad. En zo ziet dat er dan uit. Hoezo bloemkool? En dit wordt dan zaad. Dat wordt geoogst.
En daar worden weer nieuwe bloemkooltjes van gekweekt. Kijk, en ze hebben nu overigens vlak achter de camping hele velden aangelegd. Waardoor daarachter zelfs ook, en hier links ook, waar net ons door een paar Afrikaanse werknemers is verteld, dat ze hier meloenen hebben geplant. Kun je je voorstellen hoeveel meloenen hier straks groeien? Nou, na 15 kilometer en 400 meter hoogteverschil ben ik dan weer terug. Brigitte is denk ik nog aan het winkelen, want er is verder niemand. Terwijl de werkzaamheden doorgaan, de senioren aan de wandel zijn, laat ik even het nieuwe stulpje zien wat ze hier aan het bouwen zijn. Daar komt een soort together come place, ik weet niet wat het Nederlandse woord is. En de was hangt op, sterker nog, die is al opgevouwen, hangen nog een paar dingen. Ik heb al mijn klusjes gedaan, de afwas, dus nou, eerst dingen doen en yeah, daar ga ik, alleen in de auto. In de auto dan, ja, lekker boodschapjes doen. Ik start in de Engelse winkel. En wat haal ik dan? Een beetje van het lijstje en een beetje van mezelf. Maar wel allemaal lekkere dingetjes. Op naar de volgende. Dat wordt de Monsieur Lidl. Misschien moet ik toch mijn lijstjes uit mijn tas pakken. Ja, dit gaat natuurlijk weer helemaal fout. En de laatste. En dan weer op naar huis. Ja, en hier gaat het helemaal fout. Maar kijk eens, de goodies hebben we. Dus ik hoop dat ik de camper in kom. Dat ze de sleutel ergens heeft neergelegd. Maar dit was een super prachtig rondje, mensen. Echt heel erg mooi. Weer nieuwe dingetjes gezien. Dus het was genieten. Hopelijk jullie hebben er net zo van genoten. Dus tot de volgende keer.